Hallo, goedenavond. Fijn dat jullie er terug bij zijn. Hello, great to see you. Good to have you with us. Maarten de Kombel, Toon van Mierlo. Wij hebben een beetje het idee gehad om in deze rare tijd een plaatje op te nemen. En we wilden jullie graag meenemen in het proces daar naartoe. En we hebben een reeks sessies gepland. En dit is de eerste ervan, dus voor ons ook heel spannend. Wat we wat nieuwe nummertjes voorbereid hebben en wat nieuwe dingen aan het verkennen zijn. En we gaan er misschien direct in vliegen met een set van twee fijne walsjes, geschreven door Toon. So, we plan to make a record together. And we'd like to take you with us in this work in progress. And we'll take it, we'll start right away with this beautiful set of two waltzes written by Toon. There you go, enjoy. Thank you.
Dankjewel. Dat was het eerste nummer dat we graag brachten. En zoals gewoonlijk komt de titel als laatste, dus de titel is er absoluut nog niet. We hebben afgesproken dat we elke keer aan twee nummers werken en overdag. Dus deze morgen wisten we nog niet goed wat er ging gebeuren, allebei niet. Dus daarmee dat allemaal zeer vers van de pers is. Maar ja, ongelooflijk plezant om samen te spelen natuurlijk. We gaan in totaal drie nummers brengen. Dus nu brengen we een nummertje dat we met de Narragonia Quartet spelen. En dat willen we graag opdragen aan Luc Pielaerts, onze violist. So we will play three tunes in total. And the next tune is a tune we play with the Narragonia Quartet. And we want to dedicate it to Luc Pielaerts, our dear friend and violin player in the quartet. Hello, Luc. Hello, Luc. If you are watching us... Thank you.
Voilà, ziezo. We zijn aan, so we will play you the last of this very little session, but it took us a day of work. This last tune will be one of my favorite tunes I have in my pocket since a very, very long time. And it's a composition of Alessandro Morelli. I don't know, I should look it up, what music he is playing and writing, but it's a wonderful, one of the most beautiful waltzes I heard, and the tune is called Speranze Perdute, and I learned to know it from a record by Maurizio Gerri and his Swing Tet. Swing Tet in het Nederlands klinkt altijd ietsje plastischer dan wat dat heel waarschijnlijk in het Engels bedoeld was. Maar dus voilà, een heerlijk waltzje om mee af te sluiten, om jullie het weekend mee in te sturen. Dan is het weekend echt vertrokken. Het is een nummerke van, dat ik heb leren kennen van Maurizio Gerri. Ja, fenomenale gitarist en zanger bij onder andere Riccardo Tesi. En voilà, Speranze Perdute heet het nummerke. Heel rap een beetje stemmen ook. Zo zullen we nog iets plezanter het weekend in gaan als mijn gitaar is stemmen. Speranze perdute. I hope I pronounce it right. Thank you.
Merci, merci. Thank you. Thank you all. Voor het kijken. Thank you for watching. Don't forget, the next session will be, I think, 8 April. So if you'd like to see us play some more tunes, we see us 8 of April. Bye-bye.